We hebben nog zo'n minuutje of vijf, denk ik, voor de start. De voeding wordt gevoed door Nathalie van Vop van Marco Dalen-Valkenburg met daarachter Amy Pieters van Liftmantwoord. Dat zijn de dames die voor in het peloton op dit moment de lakens uitdelen. Maar volgens mij in de Doelstraat in Meerwoordrijden. En dat betekent dus dat we lekker op vrij zijn hier in de 9e editie van de 7 Dorpen Omloop. Nog een politiemotor en nog een politiemotor. Dat betekent normaal gesproken dat er heel wat aangekomen. Er komt er nog een aan. Er blijft er bij voorkomen hier met politie. Die zijn er in ieder geval niet aan het staken. Hey, daar is Kom op, Inge! Kom op, Chantal! Kom op! Ja, we zijn hier in Babylonië en Broek en weten we ook wanneer dat ze hier weer gaan wonen. Dat is helemaal aan het verhuizen. Ja. De eerste schilderij is al opgehangen. Oh, jongen, de belangstelling is erg groot, hè? Heb je Marianne ook al langs zien komen? Alles nog te samen draaien we daar door de bossen bij het gemeentehuis. Op het plein van het vuurderen terras waar vandaag zoveel andere activiteiten gaande waren, hebben we nog altijd de dames bij elkaar. Met Van Gogh, met Enzing, met Pieters, met Soep, met Johansson, met Lombardini, met Hosje, met Roos, met Tegelo, met Steekeman en Vos. Laatste ronde. Final lap. De zijn toe, de beste ronde. Laatste rondje voor de elite vrouwen. 11,3 kilometer nog erin. De final lap, laatste ronde. Ook de bel klinkt hier voor deze groep. De motoren maken plaats, de motoren geven de ruimte aan de frontgroep van 11. En die draaien daar door de bocht. Dit is de laatste 250 meter van vandaag. En daar komt daar dan de eindtum. Daar is de eindtum van Limmelimmel dan de dame, Rowe. Chloe Hodgson, Chloe Hodgson wint this race. Op de tweede plaats en ze had de buit bijna binnen, dacht ze, hier uit Aalburg, Marianne Vos. Maar er was er vandaag eentje wat rapper, de Fast Lady from Down Under, de winner of today, de winnares van vandaag, Chloe Hodgson. Met een heel voorzichtig zwaaitje en een lachje naar het publiek staan hier de nummers 3, 2 en 1. Amy Pieters. De bloemen en de felicitaties voor de dame op de tweede plaats, Marianne Vos. En uiteraard heeft mevrouw Toenders het mooiste boeket en de warmste felicitaties voor de winnares van vandaag, Chloe Hodgson. Marianne Vos, de dame op de tweede plaats. En uiteraard ook de felicitaties en congratulations, zegt Rick, tegen de winnares van vandaag, tegen Chloe Hodgson.
Ja hoor, dat lukt allemaal. Hier staan drie geweldige vrouwen. En de burgemeester wil vast deze drie vrouwen nog even toespreken. First lady from down under. Ja, it's an awful victory for you that you are the first place in this this beautiful Rabobank zevende omlooptocht. Parisien. Dankjewel, Robin van Gaal. Oh nee, ik bedoel burgemeester Natrop van Aalberg. De nummers 3, 2 en 1. Edith Pieters, Marianne Vos en Chloe Hoskin.